Je bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. Maar dan denk ik bij de things you do. Ik weet dat die dingen die je zijn niet true. Je bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag donderdag 13 december. En als je heel erg veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met deze weekvlog. Oké, het is vandaag dus donderdag. En ik was hiervoor natuurlijk bezig met vlogmas. Maar dat heb ik helaas niet kunnen volhouden, omdat ik gewoon het echt heel erg druk heb en niet genoeg leuke dingen doe. Maar ik vind het wel heel erg leuk om dagelijks te vloggen. Dus ik ga wel gewoon lekker door met weekvloggen, want dat vind ik gewoon heel erg leuk. Oh, wat ben ik wit zeg. Het is echt niet te doen. Ja, er zat ook wel een hele grote lamp op me. Maar ja, dit is iets beter. Het is nu 7:55. En ik moet zo meteen naar stage toe. Van 8 tot 4 ongeveer. En daarna moet ik werken. Ik heb ook nog een superleuk pakketje van Chiquelle binnengekregen. Dus dat wil ik vanmiddag ook eventjes laten zien. Maar ik ga nu even lekker ontbijten en dan snel naar school toe. Ik ben terug van stage al een tijdje. Ik heb even gedoucht, dus mijn haar is nog helemaal nat. Maar ik ga vanavond even met Mick afspreken, want die is weer terug. Want die was een paar dagen naar Polen met school. En ik had nog een superleuk pakketje en ik moet zo meteen werken. Dus ik dacht, ik laat het nog even snel zien voordat ik ga werken. Want het is namelijk een heel leuk pakket van Chiquelle. Zo hoort die, volgens mij, ja. En ik werk hier best wel vaak mee samen. En dan mag ik altijd wat leuke dingetjes uitzoeken. En ik ben gewoon echt super tevreden. Je kan gewoon via iDeal betalen. De levertijd is maar altijd 1 tot 3 werkdagen. Dus dat is echt heel snel. En ik heb voor jullie altijd een leuke kortingscode. Deze keer zit 15 Janette voor 15% korting. Dus dat is ook heel erg leuk. De items staan gewoon altijd in de beschrijving. En ik zal ook gewoon aanshots en zo in beeld laten. Wat ik heb. Ik heb als eerst even een heel leuk rokje. Deze heb ik in de maat 38. Meestal heb ik wel echt een maat 36. Alleen hij zit eigenlijk best wel... Ja, hij ziet er best wel gewoon klein uit. En het is een super leuk, schattig rokje die wijd uitloopt. En deze vind ik echt heel erg leuk. Dus dit is het eerste item. Als tweede heb ik een super leuke broek. En ik heb nog nooit een broek uitgekozen omdat ik altijd heel bang ben dat ik het niet pas. Want ik ben best wel klein. Ik ben rond de 1,62. En ja. Maar ik heb het gewoon geprobeerd en ik heb een maat 36 besteld. Deze. En ja, hij ziet er aan de bovenkant een beetje klein uit. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Dus ik hoop dat deze gewoon helemaal goed zit. En het is een beetje in een leger groene kleur. Hij loopt niet wijd uit aan de onderkant. Hij sluit gewoon heel erg netjes aan. Dus dat is item nummer 2. Item nummer 3 was ik even vergeten dat ik dit had uitgekozen. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Het is namelijk een zwart shirtje. En hij schijnt een klein beetje door. Ik hoop dat dat goed overkomt op de camera. En hij heeft dus en hele leuke mouwtjes. En een heel leuk schattig kooltje. Kolletje. Kooltje. Ik weet niet wat ik precies zei. Maar oké. Dit dus. En deze heb ik in de maat 36. En deze ziet er prima uit. Hij ziet er wel een beetje klein uit. Dus stel dat je wat langer bent. Zou ik denk ik wel een beetje groter bestellen. En als laatste nog een hele leuke trui. Namelijk deze zwart-witte trui. En deze vind ik echt heel erg leuk. Het is gewoon een basic trui, maar zoiets had ik nog niet. En deze was in een one size. Het is wel een beetje zo'n kriebeltrui. Dus ik moet echt nog een beetje gaan testen of die niet te erg kriebelt. Maar ik vind hem echt heel erg leuk. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. En neem vooral een kijkje op de site, want ze veranderen heel vaak van items en heel veel nieuwe collecties. En met mijn kortingscode krijg je dus 15% korting. Dus ja, ik hoop dat jullie de items ook heel erg leuk vinden. Oké, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag en het is al 12 uur, want ik hoef pas best wel laat op school te zijn. En Mick heeft vannacht bij mij geslapen en we gaan voor het eerst samen een video opnemen. En ik ben echt een beetje zenuwachtig. Maar ik vind het wel heel erg leuk om te doen. Dus ik heb op Instagram een foto geplaatst. Dus als je voortaan ook vragen wil stellen, kan je dat daar doen. En dan ja, heb ik jullie vragen laten stellen. Het zijn er niet super veel, omdat ik het echt pas een uur geleden erop heb gezet. Maar er zitten wel een paar leuke vragen tussen.
Dus Mick en ik gaan nu naar de McDonald's toe. En daar gaan we dus samen een video opnemen. We gaan het weekvloggen ook nog. Ben je klaar, Mick? Ja, ik ben klaar. Ik ben nog eerder klaar dan dat jij bent. Ja, we gaan er straks wel even goed zitten. Oh, dat was je arm. Oké, Mick en ik hebben net een video opgenomen. En we gaan nu... We gaan nu Ex on the Beach kijken. Ik was net aan het vloggen, anders lijkt het alsof dit... Ogen op de weg, godverdomme, terwijl aan het stuur, godverdomme. Van Mick mag ik dus niet vloggen in de auto, maar ik doe het altijd als hij er niet is. Oké, maar... Wat? Ja, maar dat is toch geen Gers Pardoel? Wat moeten mensen wel niet denken? Jij zit het op, joh. Oké, Mick en ik zitten in de auto, want ik ga Mick naar huis brengen omdat ik een hele lieve vriendin ben. Vestigd even. Ja, goed zo, mooi. En Mick gaat vanavond uit in Groningen. Tuurlijk. Dus als je Mick herkent, zeg even hoi tegen Mick. En ik ga vanavond leren. En ik moet morgen om 7 uur werken. Ik ben weer thuis al een tijdje. Ik heb net gegeten. Ik zit echt helemaal vol. En ik ga dus nu op mijn vrijdagavond leren. Omdat ik de hele week niks heb gedaan. Dus nu moet ik mijn pedagogiek gaan leren. Omdat ik dus niks heb gedaan. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Dus ik ga nu beginnen. En dan hoop ik om... Het is nu 7 uur, 8, 9, 10. Over 2 uur klaar te zijn of zo. Oké, het is vandaag zondag. En het is al wat later op de dag. Want ik moest namelijk in de ochtend en in de middag werken. En hetzelfde geldt voor gisteren. Gisteren moest ik echt de hele dag werken. En ik heb woensdag een toets. Waar ik best wel veel voor moest leren. Dus dat heb ik eigenlijk alleen maar gedaan. En ik ga zo meteen Mick ophalen. En dan slaapt hij vanavond bij mij. Dus daarom heb ik eigenlijk alles al geleerd. Zodat ik dat niet meer met hem samen hoef te doen. En wat ga ik nog meer doen? Vanavond even Ex on the Beach kijken. En ik heb alles in mijn kamer helemaal opgeruimd. Dus ik ben echt trots op mezelf. En ik heb dus een haarband in. Omdat ik mijn make-up net ging doen. Ziet er een beetje gek uit. Ik weet nog wel dat ik dit altijd had. Misschien ga ik het zo meteen ook doen. Dan ga ik wel die plukjes eruit halen. Oké, ik ga eventjes sokken aandoen. En dan ga ik make-up halen. Mijn camera is vol. Handig. Dan ga ik zo meteen wel even wat beelden verwijderen. Ik zie er echt niet uit. Oké, Mick en ik zijn al een tijdje samen. En we hebben net, wat hebben we gegeten? Oh ja, pizza. Dat was 57 dagen nu. Ik weet niet, ik ga niet serieus kijken. Oh, dat flesje water zat ertussen. 56. Nee, dat is even gesproken over. Nee, het was 54. Dat ik dus ook een fout dicht. Schat, wat doe je? Nee, dat is mijn samenvatting. Nee, niet eens. En ik moet nog heel even huiswerk maken, want dat was ik een soort van vergeten. Dus Mick gaat even kijken hoe goed ik kan. Hoe goed ik mijn huiswerk kan maken, toch, Mick? Nee. Mag ik op schoot zitten? Dat is niet goed, hè, die P. Nee, dat moet zo. Schat, kom. Ik ga laten zien hoe je moet. Wat zei je net nou? Welk woord zei je net nou? Boek. Boek. Dat kan ik sowieso wel. Ja, kijk. De pen moet zo. Zo. En boek moet zo. Snap je? Mijn boek wel mooi, hoor. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En het is 12 uur en ik ben nog steeds niet op school. En Mick is bij mij, maar we gaan eerst even wat eten halen bij de supermarkt. Om te ontbijten. En dan moet ik om 2 uur op school zijn, dus ik neem om 1:30 de trein. Moet ik even vertellen dat jij mijn outfit hebt gekozen? Ja. Oké, Mick heeft mijn outfit gekozen. Deze trui is van Chiquelle. En deze broek was van de, weet ik niet eens, die heb ik in Albevera gekocht met Eva. Van de Stradivarius, volgens mij. Spreek je dat zo uit? Geen idee. Dit klepje, hij gaat je echt aanvallen. Kijk dan hoe die zit. Kom eens hier. Kom eens. Jean, hè? Precies. Pas. Ach. Gaat er weer vallen. Kijk, hij zit helemaal los, mijn schermpje. Zo. Dat is echt niet goed. Bezien. Oh,
Oké, ik ben al een tijdje weer terug van school. En ik ben echt moe gewoon. Echt moe. En morgen heb ik echt weer van 10 tot 6 les. Het is echt heel erg lang weer. En ik heb dus overmorgen mijn pedagogiek tentamen. En ik ben echt zenuwachtig. Gewoon nu al. Omdat ik dus echt bang ben dat ik het niet ga halen. En ik heb net de video online gezet met Mick, onze eerste video. En dat vond ik echt wel een beetje eng, maar ik heb hele leuke reacties al. Dus daar ben ik super blij mee. Dus dat vind ik ook heel erg lief. En ook de video is online dat ik ging stoppen met mijn vlogmus. En daar heb ik ook hele lieve reacties op gehad. Dus daar wil ik jullie heel erg voor bedanken. En ik ga nu leren. Ik heb er echt geen zin in, maar het moet echt. Dus ga ik het echt niet afkrijgen. Dus ja. Ik ga dat nu doen. Oké, dit is veel later als ik dit opneem. Maar ik zou nog even de items laten zien. Dit is dus het shirt met de kool. En deze vind ik echt heel erg leuk. Hij zit ook echt heel erg goed. En het is echt zo'n basic item. En hij heeft nog van die leuke mouwtjes. Oké, en dit is de trui. En deze is echt heel erg leuk. Hij heeft een beetje wel grote mouwen. Maar op zich is dat wel lekker in de winter. Sorry voor de broek die ik eronder aan heb. Maar ik wil het even makkelijk doen. Dus dit is de trui. En het is eigenlijk een hele simpele trui. Oké, en dit is de broek. En ik vind deze echt heel mooi. Ik had nooit verwacht dat deze zo goed zou aansluiten. Maar echt top. Dit is echt een aanrader. Ik heb hem dus besteld in de maat 36. En ik heb meestal ook wel 36 van broeken. En ik ben niet zo lang. En kijk hoe top dit is. Dus hier ben ik echt helemaal blij mee. Misschien ga ik deze ook nog wel bestellen in het zwart. Omdat ik hem zo leuk vind. En dit is het rokje. Dit is echt wat anders dan dat ik normaal zou hebben. En er zit dus een broekje onder. Super handig. Alleen dit rokje is net wat te groot. Dus ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Hij is wel heel los. Ik vind hem leuk. Maar ik twijfel. Ik weet niet of dit echt iets voor mij is. En hij is eigenlijk net iets te lang. Hij had net iets hoger gemoeten. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En het is nu 9 uur. Ik moet straks naar school toe. Dan heb ik eerst gewoon 3 mentoruren. En daarna heb ik traject kunst. Want ik heb natuurlijk kunst gekozen op de PABO. En dan komen er 2 gasten. Volgens mij artiesten. Ik weet het echt niet meer. Ik heb vorige week niet zo goed opgelet. Ik heb morgen een belangrijke toets. Waar ik na school echt nog heel erg veel voor moet doen. En ik ben nu even bezig met mijn haar. Dat was echt verschrikkelijk. De rest zit even op mijn hoofd. Maar ik ga denk ik zo meteen even een haarband in doen. Wat ik aan heb is deze velvet top. Ik weet niet of het goed overkomt op de camera. Maar het is een velvet top. En deze is ooit van Chiquelle geweest. Dus als je die wil bestellen kan dat met mijn kortingscode. Even kijken. Ik zal even mijn ketting goed doen. En gisteren is dus de video online gekomen met Mick. En die is heel goed ontvangen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En wat ik eronder ga doen is die nieuwe broek van Chiquelle. Dus dat ga ik nu even doen. En we moeten even afspreken. Hey, we hebben net geluncht met de klas. En dit is Rosalie haar laatste lunch. En nu zijn er 2 gasten in onze les. En we gaan nu even een liedje zingen voor ze. Hier zo, bij de lage stemmen ben ik. Ja, jawel. Oké, we krijgen nu, hoe heet die mensen van wie we les krijgen dan? Ik hoorde hem net van wie, hoe heet die mensen waarvan we nu les krijgen dan? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Oké, we moesten net dus in een uur, we kregen 4 titels en we moesten in een uur een liedje zingen. Nou, een liedje gaan maken. Schrijven. Liedje schrijven, alles gewoon. Hey, zo, daar ben ik weer. Oké, dus hebben we als titel gedaan. Het was op 0 december en daar hebben we dus nu in een 3 kwartier niet op geschreven. Zoiets, 3 kwartier denk ik. Oké, het is echt heel vet en we gaan het nu even voor jullie doen. Ik ben benieuwd naar de reactie. Ja. Hey, like. Oké, daar gaan we. Jongens, concentration. Thank you.
je mijn tranen boven. Zo vol van deze aarde kan mijn hoofd niet omheen. Waarom liet je mij alleen? December, December. Heb je er zin in, schat? Waarom niet je mij alleen? Het is wel fijn dat ik ben echt fucking nerveus. In plaats voor de pedagogiek toets leren. Ja, ik ga die morgen niet halen. Ik ben er niet begonnen. Nou, ik ga hem morgen niet halen, nee. Dat weet ik wel zeker. Maar ik ben hier ook fucking nerveus. 0 december. Ik ontmoette jou op de dag die niet bestaat. Zus, ik zeg dat ik van je hou, ook al is het nu te laat. Zie je mij in tranen boven, zo vroeg van deze aarde. Kan mijn hoofd niet omheen, waarom liet je mij alleen? 0 december. Was het toch 0 december? 0 december. Was het toch 0 december? Nee, het 0 december. Was het niet 0 december? Was het niet 0 december? Terug van school en het was echt heel erg leuk. We hadden dus een workshop van 2 artiesten en het was echt heel erg leuk en we hebben dus een eigen liedje geschreven en iedereen had een eigen liedje geschreven in groepjes van 4 en het was heel erg leuk om te horen. Het is inmiddels alleen al 6:00 avonds. Ik ben echt net thuis en ik moet dus een tentamen voorbereiden voor morgen, wat hem echt niet gaat worden. Maar ik ga nu eerst heel even zo meteen avondeten en dan ga ik na het eten beginnen. Want ik heb er nu echt geen kracht voor. En ik ga denk ik even een stukje van de vlog editen. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En het is 7:00. En ik heb straks mijn tentamen pedagogiek. En ik ga het echt, echt zo slecht maken. Ik heb wel een goede samenvatting, maar ik heb gewoon niet mijn samenvatting geleerd. Dus ik was goed begonnen, maar dan kan je er alsnog niks mee, omdat je niet alles weet. Ik voel me best wel een beetje kut. Maar we moeten gewoon het beste ervan maken. En er zijn nog 2 herkansingen. Na school ga ik waarschijnlijk even meteen. En ik heb vanavond kerstdiner op mijn stageschool. Superleuk. Maar het zie ik er ook uit. En ik ga nu in ieder geval nog even leren. En om 8:00 moet ik in de trein zitten. Wacht, ik ga eerst even een stukje filmen. Oh ja. Oké, wacht. Oké, ik ben met Deem. Hoi. En Deem ging mij ophalen uit school. En ik heb dus vandaag mijn toets gehad. Ik had mijn camera niet meegenomen naar school. En het ging eigenlijk beter dan verwacht. Ik was vanochtend dus om 5:00 ongeveer begonnen met leren. En ik heb een pakketje van de Bougie Shop. Ik zal even laten zien wat erin zit. Het is niet zo heel veel, maar gewoon dit had ik echt nodig. Dus het is niet dat ik dingen heb besteld die ik niet nodig had. Oké, dat ga ik even openmaken. In mijn pakketje zit... Wil je zo meteen ook kibbeling? Ja, ik heb nog niks gegeten, dus. Oh, er zit natuurlijk de factuur in of zo. Facturen? Facturen. Factuur. Ik zei factuur. Oh, ik dacht maar. Oké, ik ga niet knippen en er zit factuur. Oké, dit zit erin. Wat staat er op de voorkant van de kaart? Wat zit er in de kaart? Wat staat er in de kaart? Hey Janette. Thanks. Alsjeblieft, hè. Oké, wat ik heb besteld is een nieuwe Tangle teaser. Ze hadden geen kleine meer, dus ik moest deze nemen. Want die van mij was gestolen op school. Gestolen, ja, ik had hem ergens laten liggen.
Maar ik vind met zo'n hengsel juist chill, want dat heb ik ook. En ik kan niet meer normaal met zo'n... Even deze, want die van mij was echt heel vies. Dit was omdat ik nog iets van 3 euro erbij moest. En dan kreeg ik gratis verzending. En mijn wenkbrauw ding was op. Mijn wenkbrauw... Hoe heet dat? Pomade. Weet je wel, die ene van Makeup Revolution, deze. Maar ik heb een ander. Niet van... Ik heb deze altijd. Maar nee, want wij hadden een ander. Kijken? Ik heb deze. Ja, maar een ander merk. Nee, ik heb deze. Jawel, we hadden eerst een ander merk. Ik zweer het. Ik ga thuis een foto sturen, want ik heb precies dezelfde als jij. Kut, straks is dit geen goede kleur. Ja, vast wel. Wat is dit dan? Dat mocht ik gratis uitzoeken. Ik zie er alleen echt niet uit. Oké. Het is nu 5 uur ongeveer. En ik ga nu naar mijn stage toe. Want ik heb daar een kerstdiner met die kids. Dus ja. Zou ik nog iets meenemen? Oh ja, mijn box. Jeetje, wat zie ik eruit. Ik ben terug van het kerstdiner van mijn stage. En het was echt heel erg gezellig. Het was echt heel erg leuk om die kindjes zo te zien. Ik ga nu de vlog editen, zodat die morgen online kan komen. En dan ga ik morgen weer een nieuwe video beginnen. Dus als je het heel erg leuk vond, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal, want ik heb bijna de 17.000. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video.